Goedemiddag en welkom. Ik ben Mattie Vulmans, consulent bij team Training en Opleiding van Boerbond. En ik mag jullie vandaag welkom heten op onze eerste lunchdate. Lunchdates, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk korte online ontmoetingen met een van onze experts. Zij nemen jou in een uurtje tijd mee door de inhoud van hun vraag. En je kan nadien ook nog vragen stellen aan onze experts. Hoe krijg ik mijn energiefactuur omlaag, is eigenlijk de vraag van deze eerste lunchdate. En Marleen Gijzen, consulent energie en klimaat bij Boerenbond, die gaat samen met jullie in deze eerste lunchdate op zoek naar de mogelijkheden daarvan. Maar voor ik het woord geef aan Marleen, wil ik nog heel even met jullie de spelregels voor deze lunchdate doornemen. Bij jullie deelnemers staat de camera en de microfoon standaard uit. Wil dat zeggen dat jullie geen vragen kunnen stellen? Nee, zeker niet. We gaan dat doen via de Q&A-functie. Beneden in de zwarte balk zie je het teken Q&A. Als je daarop klikt, krijg je eigenlijk een vakje waarin dat je je vraag kan stellen. Tip daar gerust je vraag neer. En een aantal van de vragen zal ik na de presentatie van Marleen ook aan haar nog stellen. Voilà, dat was mijn inleiding en ik zou zeggen, we gaan niet meer tijd verliezen. Marleen, ik geef heel graag het woord aan jou. Dag Mattie, bedankt voor de inleiding en goedemiddag allemaal. Ik ben dus inderdaad Marleen, consulent energie en klimaat van Boerenbond. Ik ga vanmiddag, zoals Mattie al vertelde, jullie het een en het ander vertellen over energie. Energie is een heel hot item, zullen we zeggen. En niet alleen de voorbije maanden als het ging over digitale meters en dergelijke, maar nu zeker ook in het kader van de klimaattop in Glasgow, waar onze ministers nog hard voor aan het werken zijn, hebben we vernomen. De presentatie zal bestaan uit grosso modo twee delen. Dus eerst en vooral ga ik het hebben over een enkele uitdaging voor de toekomst, maar eigenlijk ook de nabije toekomst al. En een tweede deeltje zal ik het dan echt hebben over boeren met power, wat jullie allemaal zijn natuurlijk. En ga ik jullie meenemen in 6 stappen. Dat is hoe dat wij als consulenten omgaan met hoe gaan naar een energie-efficiënt landbouwbedrijf. Ja, dus uitdagingen voor de toekomst. We beginnen met een hele belangrijke. Er zijn een aantal klimaatdoelstellingen geformuleerd na de top in Parijs enkele jaren geleden. Ondertussen, zoals ik al zei, is er een top in Glasgow bezig. Dus ongetwijfeld zullen er nieuwe doelstellingen volgen. Wat heeft de Europese Unie beloofd enkele jaren geleden na Parijs? Is om 40% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van het pijl in 1990. Dat het totale aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 32% moet zijn en dat er ook 32,5% minder energieverbruik mag zijn nog dan eigenlijk wat verwacht wordt en wat de projecties zijn voor het jaar 2030. Dat zijn natuurlijk doelstellingen die op Europees niveau zijn afgesproken. Wat dat individueel voor een landbouwer betekent, dat bepaalt elke regio wat uiteraard. Een hele belangrijke, waar zeker jullie allemaal toch wel gevolgen van ondervinden de voorbije maanden, is dat de energieprijzen enorm sterk zijn toegenomen. Vanonder is de figuur die jullie zien, zijn de stijgende gasprijzen. Het zijn vooral de gasprijzen die heel belangrijk zijn, hebben ook een hele grote impact op de elektriciteitsprijs. Jullie zien, het is een figuur van het voorbije jaar, en vooral vanaf het voorjaar, maar zeker in de zomer en najaar zijn de prijzen enorm beginnen stijgen. Hoe komt dat die globale vraag naar gas zo groot is, dat die gasprijs zo sterk gestegen is, is dat er een heel grote globale vraag is naar gas. Dus we hebben het economisch herstel dat zich een jaar na het begin van corona eigenlijk heeft ingezet. Plus komt er ook bij dat we in de Europese Unie weinig voorraad nog maar hebben. De lente was veel kouder dan normaal gezien. We zaten in de paasvakantie nog met sneeuw, met vriestemperaturen. Plus ook de toevoer van het Rusland is een beetje dichtgeknepen door Poetin. En zoals jullie misschien allemaal wel weten, is de Europese Unie heel sterk afhankelijk van de import van energie. 2 jaar geleden was dat maar liefst 61%. Het is dus eigenlijk allemaal geld dat we geven aan energie die uit buiten de Europese Unie moet komen. De volgende slide is een slide over de prijzen van stookolie. En is van het voorbije 10 jaar ongeveer. We zijn de laatste maanden heel sterk gestegen, zoals jullie kunnen zien, maar eigenlijk kwamen we wel van heel hogere gasprijzen. Het klopt dat we in 2021 sterk gestegen zijn, maar we mogen ook niet vergeten dat 2020 een bijzonder goedkoop jaar was. En dat brengt mij dan naadloos over tot het volgende. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen bij stijgende energie- en aardgasprijzen? Dit is zeker geen antwoord op de volledige presentatie, op de vragen die jullie hebben rond energie. Ik wil die verwachtingen zeker ook niet te hoog stellen.
Maar wij krijgen wel af en toe vragen van leden van hoe zit het nu met ons contract? Is het zinvol om te veranderen van contract? Wel, eigenlijk moeten we dan gaan kijken wat voor soort contract jullie hebben. Hè? Je hebt vaste contracten en je hebt variabele contracten. Heb je een variabel contract, ja, dan moet je... Gaat het er niet over dat je nog goedkope of dure prijzen hebt, dan kan je eigenlijk best gewoon gaan vergelijken. Hè? En dan gaat je enkel veranderen in je contract natuurlijk goedkoper is, duurder is. Je huidig contract duurder is dan andere contracten die je kan krijgen. Heb je een vast contract, dan zal het ervan afhangen van het moment waarop je dat contract hebt afgesloten. Is dat van voor de prijsstijgingen, dan kan je natuurlijk best dat contract houden. Heb je een contract afgesloten na april 2021 bijvoorbeeld, ja, dan is het wel nuttig om te gaan beginnen vergelijken natuurlijk. Hè. Let altijd wel op, we hebben het vorige week nog ondervonden toen we met collega's bezig waren, als je de prijs... vergelijkingen maakt, kijk ook altijd naar je huidig contract. Het is niet omdat het goedkoopste is in een rangschikking dat het ook goedkoper is dan het contract dat je nu momenteel hebt. Een volgende uitdaging is dat slimme netwerken. We gaan naar slimme netwerken. We evolueren er naartoe, waardoor flexibiliteit ook alsmaar belangrijker wordt. En wat bedoel ik nu met flexibele netwerken of slimme netwerken? Vroeger was het eigenlijk heel eenvoudig. De vraag stuurde de opwekking. De producenten van energie, vroeger was dat dan Electrabel. Hè. En nu is dat Elia regelt. Het is Elia die het allemaal regelt. Hè. Die weten van, oké, er is veel vraag naar energie als de mensen van hun werk thuis komen, of als ze bepaalde fabrieken opstarten, als het voetbal is op televisie, en zo verder en zo verder. En dan kan er op basis daarvan of van projecties beslist worden, we gaan één of meer centrales opstarten, hè, of we gaan wat moduleren. Ondertussen zitten we natuurlijk met wat een variabel, meer variabel aanbod. Denk aan zonne-energie, denk aan windenergie, dat moeilijker te voorspellen valt. En dan komen we eigenlijk in een situatie dat de opwekking meer en meer de vraag zal sturen. Wil dat nu zeggen dat er geen elektriciteit meer uit jullie stopcontact zal komen? Nee, absoluut niet. Ik denk dat die doemscenario's zeker niet op korte termijn belangrijk zijn. Maar het is wel zo natuurlijk dat dat een impact kan hebben op de prijs. Op het moment dat er heel veel zon is en veel wind is, dan zullen de prijzen, de aanbiedingsprijzen, de aankoopprijzen, zullen voor mensen die al een variabel tarief hebben, zullen goedkoper zijn. Op dit moment zijn er nog niet zo heel veel mensen voor wie dat zo geldt, maar in de toekomst zal dat zeker meer en meer belangrijk worden. Ja. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Om jullie een beetje te voor te bereiden. Hè? Dat we meer en meer flexibel moeten gaan nadenken. Misschien zijn er wel processen op je bedrijf waar je zegt van die hoeven niet echt per se 's nachts te gebeuren. Of die kunnen misschien wel verschoven worden naar momenten dat de zon schijnt. En waardoor dan de tarieven goedkoper zijn. Of waarvan ik zelf natuurlijk gebruik kan maken van mijn eigen geproduceerde stroom. Ja, dus flexibel. Flexibiliteit is wel het keyword, het sleutelwoord. We zijn meer en meer flexibel in de productie. Ik wil ook zeggen dat we meer en meer flexibel moeten gaan zijn in ons verbruiksgedrag, in onze consumptie. En natuurlijk, we kunnen flexibiliteit, dan denken we ook automatisch aan opslag. Dat gaat het allemaal wat gemakkelijker maken of kan de dingen allemaal een beetje vlakker maken. Ja, een andere belangrijke uitdaging waar heel veel rond te doen is geweest in de media, waar we ook heel veel vragen van leden voor krijgen, gaat over de invoering van de digitale meter. Die is ingevoerd ongeveer 2 jaar geleden. En met de prioritaire bedrijven of prioritaire gezinnen zijn dan de prosumenten. Dus die mensen die zowel energie verbruiken als zelf energie gaan produceren, meestal via zonnepanelen. Dat gaat nog een tijdje duren eer dat volledig is uitgerold, maar er zijn dus al wel heel wat leden, boeren onder jullie, die ook al een digitale meter hebben. Zo'n digitale meter, dat is een meter die om het kwartier de verbruiksgegevens kan aflezen voor elektriciteit en om het uur voor aardgas. En dat kent 4 telwerken. Zowel voor injectie als voor afname. Dus zowel hetgeen dat je zelf op het net zet als hetgeen je afneemt van het net, dat je koopt dus. En zowel dag en nacht. Dat zijn dus 4 getallen die je erop kan aflezen. Ja, er is heel wat te doen geweest rond die digitale meter. En dat heeft dan alles te maken eigenlijk met... Die digitale meter alles te maken met het einde van de terugdraaiende teller. Vorig jaar, of begin dit jaar, heeft het Grondwettelijk Hof de uitspraak vernietigd dat er het recht is op een 15 jaar terugdraaiende teller. Dat is dus vernietigd. Dat wil zeggen, die terugdraaiende teller is gestopt met terugdraaien op 1 maart. De overheid heeft wel voorzien in een retroactieve investeringspremie voor mensen die al zonnepanelen hadden geplaatst, bedrijven of gezinnen die al zonnepanelen hadden geplaatst voor 2021. Je moet die wel zelf aanvragen.
Wat er sinds gisteren nog is bijgekomen, blijkbaar zijn een aantal mensen of bedrijven die ook dubbel netkosten, die dubbele netkosten hebben betaald in het voorjaar van 2021. En dus die, op 1 maart werd die terugdraaiende teller afgeschaft. Op 28 februari werd voor verschillende bedrijven en gezinnen het in kaart gebracht wat hun verbruik was. Wat maakte dat sommigen dubbel betaald hebben. Dus daar kan je ook een premie voor aanvragen vanaf volgend jaar. Absoluut, wil ik jullie zeker zeggen, moet die dingen zelf aanvragen. Ze gaan het niet zelf op jullie rekening storten en het gaat ook geen uitnodiging zijn. Dus je moet die beide premies zelf gaan aanvragen. Ja, die digitale meter, er wordt veel over gedaan, maar er zijn zeker ook heel wat opportuniteiten aan verbonden. Hè. Zo maakt het bijvoorbeeld voor kleine bedrijven, dus voor KMO's en voor gezinnen, gemakkelijker om elektriciteit te gaan verkopen. Hè. Op het moment dat je zonne-energie over hebt, en je bent die niet zelf aan het verbruiken, dan kan je die verkopen. En op het net zetten. Je kan je, door je verbruik in doog te houden ook goed kijken wanneer je pieken trekt. Hè. Je kan daar heel veel van leren als je regelmatig gaat kijken van oké, welke impact heeft dat nu op mijn piekverbruik, welke impact op mijn verbruik. En je kan er ook voor zorgen dat je daardoor je verbruik meer gaat spreiden. Ook dynamische energieprijzen zijn mogelijk met een digitale meter. En je kan ook, ik heb het al gezegd, dus die hoge pieken vermijden en ook je zelfverbruik meer in het oog houden. Het staat vooral het self-service aansluiten bij stap 1 van ons stappenplan. Ik ken je bedrijf en in die zin is de digitale meter wel een opportuniteit. Ik heb het al eventjes vermeld. Door die digitale meter wordt het ook mogelijk gemaakt om elektriciteit te gaan verkopen. Dus terug te leveren aan het net om die te gaan vermarkten, die elektriciteit. Je kan dat nu ook zien bij de V-test. De V-test is de website van de overheid, van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, waarop je prijzen kan vergelijken. En tegenwoordig kan je dus niet alleen prijzen gaan vergelijken, maar aankoop, maar ook voor het verkopen van je elektriciteit. Let wel op, een gunstig terugleveringscontract houdt niet altijd in dat het ook een goedkoop afnamecontract is. Dus je zal altijd de afweging moeten maken. Daarom is het ook belangrijk dat je zo nauwkeurig mogelijk bij die V-test ingeeft wat je verbruik is en wat je productie is van zonne-energie. Blijft altijd belangrijk, en ik ga daar straks zeker nog op terugkomen, is dat je altijd eerst inzet op je zelfverbruik. Waarom? Als je een kilowattuur elektriciteit verkoopt, en de prijzen schommelen wat, en de laatste maanden zitten die ergens tussen de 3 en de 10 cent per kilowattuur, dat is nog altijd veel minder dan dat je moet betalen om een kilowattuur aan te kopen. Dus het is altijd zo, je bent altijd beter, economisch gezien ben je altijd beter uit als je een zelfgeproduceerde kilowattuur ogenblikkelijk gaat verbruiken. Wat is er nog nieuw bij de test? Dat zijn de dynamische elektriciteitscontracten. Dat wil zeggen, dat is nog veel straffer dan een variabel contract. Je gaat de dag ervoor eigenlijk weten wat de uurprijzen zijn voor de dag daarna. En je kan je gebruik daarop afstemmen. Hele eenvoudige voorbeelden zijn een warmtepomp, een elektrisch voertuig, wasmachine en dergelijke. Als je weet op voorhand, oké, die uren van de dag zal de elektriciteit goedkoop en of duur zijn, dan kan je daarop afstemmen. Dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Je moet eerst en vooral bereid zijn om je verbruik te kunnen afstemmen. Bedrijven waar het zeker interessant voor is, die een vraagprofiel hebben met veel verbruik 's nachts en weinig overdag. Dan zult je goedkoper af zijn met een dynamisch contract. Maar het is wel belangrijk in deze ook dat je toch wel flexibel bent met je verbruik. Wat komt er nog op ons af? En de datum is al een aantal keren verschoven, waarom ik heel voorzichtig op de slide heb gezet vanaf half 2022 met een vraagteken. Het zogenaamde capaciteitstarief komt ook op ons af. Het gaat vooral een grote verandering teweeg brengen bij bedrijven die nu op laagspanning zitten. Bedrijven met middenspanning die zijn al gedeeltelijk getarifeerd volgens dat capaciteitstarief. Dus volgens hun aansluiting en hun piekverbruik, het vermogen dat ze afnemen van het net. Waarover gaat de capaciteitstarief? Dat gaat zeker niet over de hele factuur. Dat gaat over het deeltje netkosten en een deel transmissiekosten. Waarom is dat ingevoerd? Fluvius heeft natuurlijk financiële middelen nodig voor het net uit te breiden en te blijven onderhouden en dergelijke. Ze zijn ook contractueel verplicht dat als jij een bepaalde aansluiting met hen afgesloten hebt, om het zo te zeggen, dat zij ook kunnen leveren. Dus dat wil zeggen, ook al verbruik je heel weinig, al gebruik je veel, ze zijn contractueel verplicht dat dat lukt. Maar wat zagen we nu gebeuren, of wat zag Fluvius gebeuren de voorbije jaren? Heel veel mensen en bedrijven hebben geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Wat maakt dat een factuur soms heel beperkt, soms maar op 0 kilowattuur kwam te staan?
Wat ook maakte dat er geen netkosten aan Fluvius betaald werden, terwijl dat net natuurlijk wel onderhouden moet worden. Dus ze zijn afgestapt van te tarifferen, of ze zullen afstappen van te tarifferen per kilowattuur. En het zal ook gaan over de aansluiting. Nee, niet zozeer de aansluiting als vermiddenspanning, maar op de pieken die je trekt. En ik ga het proberen uit te leggen. Stel eens mij een voorbeeldje. Ik kan u eventjes via de slide laten zien. Dus het capaciteitstarief zal worden aangerekend op basis van de gemiddelde maandpiek. Dat wil zeggen dat elke maandpiek voor 1/12 effect zal hebben op het jaarlijks totaalbedrag. En het maandpiek is het hoogste kwartiervermogen. Dus dat is het gemiddelde vermogen op kwartierbasis dat je zal afnemen van het net. Heb je al ene keer in de maand een heel hoge piek getrokken, doet het er eigenlijk niet meer toe wat je de rest van de maand doet. Ja, er is ook een minimumwaarde aan verbonden. Met dat capaciteitstarief zal ook de dag- en nacht verschillen wegvallen op het deel netkosten. We zien trouwens sowieso op het deel energiekosten dat dat ook niet meer altijd zo is. Wat wil dat nu zeggen? Bijvoorbeeld voor de maand december. We zien al die kwartieren, 96 kwartieren op een dag, maal 31 maanden. Dus we hebben heel veel kwartieren. En we gaan kijken naar de gemiddelde kwartierwaarde. Je hebt lage piekjes gedurende het kwartier, je hebt hogere pieken. Het gemiddelde zal daarvan genomen worden. Voor elke maand wordt dat op een rijtje gezet en ze zullen kijken naar de gemiddelde maandpiek met dus dat minimum van 2,5. Moet je daar heel veel zorgen over maken? Wij denken voorlopig van niet. Ik ga het eventjes illustreren met voor huishoudens wat dat kan betekenen, zo'n gemiddelde kwartierpiek. Bijvoorbeeld een waterkoker, het figuur links, een waterkoker, trekt op zich redelijk wat vermogen, 2 kilowatt. Natuurlijk, je hebt maar een paar minuten nodig, als het al zoveel is, om een liter water op te warmen, bijvoorbeeld. Hetzelfde met een oven. Die oven vraagt eventjes heel veel vermogen om op temperatuur te komen. Maar daarna, ook al staat hij een uur op, is het natuurlijk niet meer altijd aan hetzelfde vermogen. Dus je capaciteitstarief, het zal zeker niet zo zijn dat dat de som gaat zijn van alle vermogens van huishoudtoestellen of andere toestellen of machines of bedrijf die er aanwezig zijn. Zoals ik al zei, op binnenspanning werd er al wel langer gewerkt met een soort capaciteitstarief. De netkosten zullen vanaf nu dan ook volledig op basis zijn van capaciteit. En de helft daarvan zal op basis zijn van toegangsvermogen. Dat is wat je afspreekt contractueel met de distributienetbeheerder. En je gaat dat reserveren. Je gaat aangeven wat je denkt dat je maximaal nodig zal hebben. De helft zal gebruikt worden op basis van de voorbije maandpiek. Ligt die maandpiek hoger dan toegangsvermogen, dan ga je een soort boete moeten betalen. Een ontradend tarief. Dat wil zeggen dat je eigenlijk boven je abonnement gaat. Alles wat er dan boven komt van maandpiek, daar ga je extra voor moeten betalen. Dus het zal toch wel eventjes uitkijken zijn, maar veel bedrijven hebben er al ervaring mee, van welk toegangsvermogen sluiten ze best af. En ook hier, maar dat is al langer geen dag-nacht meer op het deel netkosten. Ja, dan wil ik jullie graag meenemen in de 6 stappen naar een energie-efficiënt landbouwbedrijf. En we beginnen rechtsbovenaan. Dus een eerste stap, ken je bedrijf. Hoeveel energie is nodig? Wanneer hebben we die energie nodig? In het kader van die flexibiliteit dat ik daarnet vertelde, wordt dat ook alsmaar belangrijker natuurlijk. Ja. Ten tweede, je krijgt je elektriciteitsfactuur, maar hoe kan je die toch nog enigszins optimaliseren? Vervolgens, kan je energie besparen op je bedrijf? En waar let je dan best op? Zijn er premies mogelijk en dergelijke? Hetzelfde voor de volgende stap. Is het mogelijk, is het opportun om een windmolen te plaatsen of zonnepanelen of dergelijke? Als we dan zonnepanelen of windmolen geplaatst hebben, hoe gaan we die energie dan nog slim gaan gebruiken? Denk er terug aan, als je een kilowattuur moet verkopen, dat je er veel minder geld voor krijgt dan als je een kilowattuur aankoopt. En tenslotte ga ik heel kort nog eindigen met samenwerken rond energie. Zijn daar mogelijkheden rond? Dus een eerste, ken je bedrijf, de eerste stap. Als wij een energiescan gaan doen of een energieaudit gaan doen, bij landbouwbedrijven beginnen we daar altijd mee. Ik heb een aantal meetresultaten of een aantal manieren hier opgesomd. Dus soms gaan we zelf meten. Het gebeurt wel dat we een meter meenemen. Kunnen we over gegevens beschikken via de distributienetbeheerder, dan is het helemaal fijn. En dan krijg je kwartuurgegevens binnen en dan weten we toch meer gedetailleerd op welke processen we moeten letten of op welke technologieën we meer kunnen gaan toepassen eigenlijk. En dan krijgen we zo leuke figuurtjes als daar linksboven staat. Dat is het alle twee van een melkveebedrijf. Het ene is tweedaags melken op een aantal dagen tijd. Het tweede is robotmelken, dus een melkveebedrijf met robots. En je ziet in het
eerste geval 2 maaldaags melken die duidelijke pieken. Als er 's morgens gemolken wordt, wordt 's avonds gemolken, wordt er uiteraard meer energie gevraagd op dat moment. En dat heeft dan ook een invloed op welke technologieën we beschouwen om zelf energie te gaan produceren. Ik ga deze slide niet helemaal overlopen, maar ik kan achteraf zeker aan ons ook uitleg vragen nadien. Of de slide zelf eens in detail bekijken. Er zijn heel wat mogelijkheden voor netgebruikers om hun eigen verbruiksgegevens op te vragen. Telegelezen toegangspunt, of dat je maandelijks gemeten wordt of jaarlijks gemeten wordt. Daar zijn verschillende manieren voor. Maar zoals ik zei, dat kan je achteraf gerust uitleggen bij mij of bij mijn collega's voor vragen. Ja, en dan, als we alles in kaart hebben gebracht, dan proberen we toch ook voor een bepaald bedrijf te kijken van, ligt dit een beetje in lijn met wat andere bedrijven verbruiken of is er nog wel heel veel werk aan de winkel? En dit is een voorbeeld van een melkveebedrijf, of een typisch een gemiddeld melkveebedrijf, waar we zien dat een heel groot deel van de energiekosten zal gaan naar de productie van warm water en voor de reiniging van melkmachine en de koeltank. Toch ook naar het koelen en de melkwinning zelf gaat ook energie. Het is natuurlijk op die processen dat we dan eerst gaan kijken van waar zijn er maatregelen voor nodig, uiteraard. Een tweede stap gaan we kijken naar de energiefactuur. Een energiefactuur, staar je niet blind op de cijfers, dit is maar een voorbeeldje van een bedrijf. Maar een heel groot deel gaan naar nettarieven en belastingen en heffingen en toeslagen. Dat is iets waar je, in dit geval gaat het over 70%, maar het is heel afhankelijk van waar je woont en je bedrijf zelf ook. Daar kan je weinig aan doen. Of daar kan je eigenlijk niks aan doen. Die nettarieven, dat is afhankelijk van waar je woont. Belastingen, heffen, toeslagen, is voor iedereen gelijk. Het is enkel op het deeltje verbruikskosten waar je zelf een impact op hebt. Dat gaat dan over de prijs die je betaalt voor de piekuren, de daluren, jaarlijkse vergoeding en zo verder. Dus als je verandert van leverancier, gaat het enkel over dit stukje van de energiefactuur, wat daar een invloed op heeft natuurlijk. Hoe kan je toch enigszins besparen? Of er zijn een aantal tips en tricks die we toch aan de mensen meegeven. Is eerst en vooral kijk na of dat je die bijdrage voor de mensen op laagspanning, of de bedrijven op laagspanning, kijk na of dat je de bijdrage op energie nog betaalt op je factuur. Want het is namelijk zo dat landbouwers vrijgesteld zijn van de bijdrage op energie. En heel veel landbouwers weten dat gaat over stookolie en aardgas en dergelijke, maar dat geldt dus ook voor elektriciteit. Dus ik zou zeggen, kijk zeker eens na op je factuur. En bij twijfel mag je ons altijd contacteren, natuurlijk. We raden ook iedereen aan om toch regelmatig eens te gaan vergelijken. Te zien of dat je contract nog wel het meest goedkope contract is. Indien je minder dan 50.000 kWh per jaar verbruikt en je aansluiting kleiner is dan 56 kVA, kan je dat doen via de VREG. De V-test van de VREG heb ik daar juist al aangehaald. En daarmee kan je dus zien hoe dat zit met de aankoop van elektriciteit, die contracten, maar ook verkoop en dan die dynamische contracten, zoals ik daarnet al heb uitgelegd. Mensen die meer verbruiken, daar zeggen we van vraag af en toe bij verschillende bedrijven prijs op. Om zeker altijd op hetzelfde moment te proberen te doen, dan kan je het best gaan vergelijken. Ja, een andere mogelijke besparing op je factuur is om te investeren in een middenspanningscabine. Je gaat daarmee besparen op de netkosten. Dus dat is toch wel een belangrijk deel van de factuur. En als dat al zou kunnen wegvallen of deels wegvallen, zijn veel bedrijven daar toch al wel mee geholpen. Er zullen een aantal keuzes moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld ook de keuze van de transformator. En dan is het toch wel belangrijk om na te denken, wat heb je echt nodig? Hoeveel kVA wil je afnemen? Maar eventueel ook om te injecteren. Soms is het ook nodig om een cabine te plaatsen. Bijvoorbeeld bedrijven die een windmolen installeren, daar wordt wel aan gevraagd van oké, de kans is groot dat er veel geïnjecteerd gaat worden. Best toch ook wel een cabine plaatsen. Maar moet je ook nog afvragen van ja, wat wil je tussen nu en bijvoorbeeld 10 jaar nog bijkomend gaan ondernemen? Zijt daar ook voorzienend genoeg in natuurlijk, dat je niet te weinig gaat installeren. Iets dat sommige mensen ook vergeten is dat er een nieuw EAN-nummer wordt toegekend als je overschakelt naar een middenspanningscabine. Houd ook in dat je een nieuw elektriciteitscontract moet afsluiten. Denk daar dus ook wel aan natuurlijk. En ook dat je PV-panelen verhuisd moeten worden. Dat is geen echte verhuis, dat is een administratieve verhuis die gelukkig geen impact heeft op mogelijke groene stroomcertificaten die je nu ontvangt. Ja, en dan de derde stap, energiebesparing. Eigenlijk de belangrijkste stap, ook de stap die je
zeker ook financieel voordeel kan opleveren en de meest logische stap om mee te beginnen als je echt aan maatregelen denkt. Het zou ons een hele dag kosten om voor elk type bedrijf uit te leggen wat voor energiebesparingen er mogelijk zijn. Dat is iets dat we meestal op maat van het bedrijf doen. Daar ga ik vandaag niet veel over vertellen. Maar weet wel dat er investeringssteun mogelijk is voor energiebesparende maatregelen. De meest gekende is misschien de VLIF-investeringssteun, die soms wel tot 30-40% kan oplopen. Bijvoorbeeld voor een windturbine, maar ook voor een zonneboiler, warmtepomp, warmtewisselaar en dergelijke. Je hebt ook een premie van Fluvius, is ook mogelijk. Ook weer voor zonneboiler, warmtepomp, relighting en dergelijke. Daar is meestal wel, of in sommige gevallen wel, een energiestudie voor mogelijk. En via de belastingbrief kan er ook nog geld teruggekregen worden, natuurlijk. Ja, dit is een illustratie om te zeggen van in elk bedrijf zijn er wel mogelijkheden voor besparing te vinden. Waar je nog meer informatie kan vinden is op de Enerpedia-website. Enerpedia is de agrarische encyclopedie voor energie in landbouw. En Boerenbond is daar ook lid van. Heel veel van energiebesparing, artikelen rond energiebesparing komen ook op deze website. Ja, en dan de volgende stap. Energie. Je hebt al veel energiebespaarde maatregelen ingevoerd, maar je wil zelf toch ook nog je facturen verlagen door zelf energie te gaan produceren. Ja, dat kan met windmolens, kan met WKK's, dat kan met zonnepanelen en dergelijke. En iets waar vaak, dat je ook vaak in de media hoort, zijn de begrippen volasturen en capaciteitsfactor. En volasturen, dat is een eenheid voor de effectieve jaaropbrengst van bronnen met een wisselend vermogen. Bijvoorbeeld voor een windmolen, die produceert 6.700 uur per jaar aan wisselend vermogen. Heel afhankelijk wel van locatie en de hoogte. En dat heeft dan vooral met windsnelheid te maken. En die 6.700 uur per jaar aan wisselend vermogen, in dit geval van deze specifieke windmolen, komt overeen met 2.000 uren aan maximum vermogen. Dus dat zijn 2.000 volasturen. Gaan we die 2.000 volasturen dan afzetten ten opzichte van het totaal aantal uren in een jaar, komen we ongeveer op 23% capaciteitsfactor. Dus als er wordt gezegd, een windmolen heeft een capaciteitsfactor van 40-50%, dat is een windmolen die bijvoorbeeld op zee staat en echt wel heel veel verbruikt. In Vlaanderen zitten we ongeveer aan 10% voor de zonnepanelen. Nou, dat is niet zo heel veel. En dat wil zeggen dat je ook maar een tiende van het jaar eigenlijk aan vollast zit. Maar zonnepanelen zijn wel een heel eenvoudige manier om zelf energie te produceren, uiteraard. Ook hier, als ik er juist sprak over, het is altijd interessant om je vraagprofiel in beeld te brengen. Denk aan die grafieken die ik er juist liet zien, zijn de profielen van productie ook heel belangrijk. En dat is absoluut geen rocket science, maar dat is een figuur van een zonnepaneleninstallatie. Die zonnepaneleninstallatie brengt logischerwijs meer op tijdens de zonnige dagen en minder tijdens de winter. Maar zelfs tijdens de zomer en het voorjaar zien we dat er toch ook wel verschillende keren zijn dat er gewoon geen zonne-energie wordt geproduceerd. Ja, en 's nachts logischerwijs ook niet. Dit is een figuur of een productiecurve van een middelgrote windturbine, 95 kilowatt piek, met een gemiddelde jaarlijkse snelheid van 5,5 meter per seconde aan windsnelheid. En ook hier zien we dat er toch regelmatig witte balkjes tussen zitten, of geen opbrengst eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus dat wil zeggen dat er ook voor die windmolen periodes zullen zijn dat er heel veel opbrengst is, maar ook periodes waar er totaal geen opbrengst is of heel weinig opbrengst. Het zal dus geen oplossing zijn om volledig van het net te gaan, enkel op basis van het plaatsen van een windturbine. Wat is er het voorbije jaar veranderd? Die groene stroomcertificaten zijn weggevallen. De terugdraaiende teller is weggevallen. Er is wel nog een investeringspremie voor kleine installaties. Dat is dan dat loopt dan op tot 6 kilowatt piek ongeveer. En daarna is het ook minder of geen meer. Maar voor grote installaties is er nog een kalgroene stroom. Analoog aan wat er ook is, of al bestond een aantal jaren voor windenergie. Ja. Enkele vuistregels die wij hanteren als het gaat over de dimensionering van zo'n PV-installatie. We gaan ervan uit dat het eigenlijk altijd nog wel interessant is om zonnepanelen te plaatsen. Dat blijkt ook zeker met de stijgende energieprijzen. Maar toch hanteren we een aantal vuistregels om te zeggen, oké, vanaf dan is er een PV-installatie zeker rendabel. Het spreekt voor zich, een bedrijf waar er een robotmelken wordt gedaan, dat die wat meer zonnepanelen kunnen plaatsen om rendabel te zijn, dan een bedrijf dat voornamelijk 's morgens en 's avonds energie nodig heeft voor het melken.
Bedrijven zoals pluimvee, varkens, die heel veel ventilatie nodig hebben, daar is het zeker interessant en kan eigenlijk best wel wat vermogen geplaatst worden. We kunnen ook wat gaan spelen met oost-west-oriëntatie, hellingsgraad en dergelijke. We beschikken bij Boerenbond ook over verschillende productieprofielen die we daarvoor kunnen inzetten als we simulaties gaan maken voor jouw bedrijf. We doen het altijd op maat van het bedrijf. Dan kunnen we die verschillende profielen gaan inschatten. Kunnen we rekening houden met het dak, maar ook gaan we kijken van oké, bijvoorbeeld een melkveebedrijf dat 's morgens en 's avonds energie nodig heeft, is het misschien wel interessant om wat meer oost en wat meer west te gaan plaatsen. Maar het zal altijd een compromis zijn tussen spreiding en productie. Hè. Het meeste energie leveren de zonnepanelen op het zuiden. Maar natuurlijk, als het dan op een slecht moment in de dag is, is dat wat minder interessant. Dus we gaan altijd zoeken naar een compromis. En om toch ook wel even de aandacht te vestigen op een aantal nieuwe zaken, wil ik jullie ook nog even uitleg geven over agrivoltaïks. En in agrivoltaïks gaan we eigenlijk landbouwgrond gaan gebruiken voor zowel de teelt van de gewassen als voor de productie van energie. En we willen hiermee het potentieel van die landbouw optimaal gaan benutten. En vandaar ook de boeren met power natuurlijk. Samen met de KU Leuven hebben we ondertussen een drietal pilootprojecten geïnstalleerd. En we zijn ook bezig met zoeken naar best practices, prioriteitenlijsten van gewassen, simulatietools en natuurlijk ook verdienmodellen die daarmee samenhangen. En dit zijn enkele foto's van de pilootinstallaties. Op de linkerfoto zien jullie installaties aan een bietenveld in Grembergen. Helemaal van achter zijn verticale panelen, bifaciaal, dat wil zeggen dat ze langs twee kanten beschenen worden. Ja, energie kunnen opbrengen ook, energie kunnen produceren. Die anderen zijn ook bifaciaal, maar die gaan draaien rond een trekker, rond hun as gaan die via een trekker gaan die kunnen draaien. Afhankelijk van waar de zon staat, maar soms ook afhankelijk van of de bieten al dan niet meer of minder zonlicht nodig hebben. De installatie rechts is een installatie bij een fruitbedrijf in Bierbeek, waar de zonnepanelen als een soort dakjes bovenop de perenbomen zijn geplaatst. Wat willen we hiermee onderzoeken? Of dat de teelt, in dit geval dus de peren, misschien wel potentieel winst gaan hebben van die zonnepanelen. Het kan zijn dat er misschien een beetje minder opbrengst is omwille van dat er wat licht wordt opgenomen. Maar in tijden van vorst of heel felle droogte en warmte kan er misschien ook wel brandschade optreden. Dit is een lijst van prioritaire teelten van agrivoltaïks. Bij klein fruit, bij peren, zeker interessant. Maïs, appeltarwe en zo wat minder interessant blijkt uit de eerste onderzoeken wereldwijd toch wel. Is dat haalbaar in Vlaanderen? Ja, in het zuiden sowieso, in het noorden sowieso niet. In Vlaanderen is een beetje een twijfelgeval en er is eigenlijk nog veel onderzoek voor nodig. De pilootopstellingen staan er ook nog maar gedurende één seizoen. En nu hebben we net een relatief frisse en natte zomer gehad. Dus we weten eigenlijk nog niet echt hoe wat de potentiële bescherming kan zijn. De potentiële minder of meer opbrengst voor de verschillende gewassen. Zoals ik al zei, we willen het potentieel van landbouw wel optimaal gaan benutten. We kunnen als landbouw zeker ook ons steentje bijdragen. En het is dan ook nog eens goed voor onze inkomsten. Maar bij agrivoltaïk zullen we ook moeten gaan nadenken van, is dat vooral nodig voor zelfconsumptie? Of zijn we vooral geïnteresseerd in die zelfconsumptie? Of denken we eerder aan grootschalige productie van energie? Hoe zit het dan ook met vergunningen, acceptatie door het publiek en zo verder? Dus daar is zeker allemaal nog meer onderzoek en overleg met de overheid voor nodig. Slim aansturen. Ik heb al gezegd, we hebben zonnepanelen geplaatst, we hebben windmolen geplaatst. En we willen die natuurlijk optimaal gaan gebruiken, juist omwille van dat prijsverschil tussen het verkopen en het aankopen van een kilowattuur elektriciteit. We willen die dan ook maximaal gaan inzetten. We kunnen dat doen door energiegebruikers te gaan verschuiven. En een eerste hele simpele tip is bijvoorbeeld als je zonnepanelen hebt zonder truggerij. Dat tel er al ondertussen op een melkveebedrijf en je warmt je warm water 's nachts op, omwille historisch gezien, omdat de nachttarief vroeger goedkoper was, zou een eerste tip zijn, doe dat overdag. En dan kan je gebruik maken van je eigen zonne-energie. Kunnen we dat ook gewoon doen door overtollige energie te gaan bufferen? Ga ik zelfs nog even op terugkomen. En door het gebruik van batterijen en of laadtoepassingen, zoals elektrische voertuigen of heftrucks en dergelijke. Niet alleen gaan we het eigen verbruik daarmee verhogen, maar ook aan piekafvlakking doen. Ik ga dit niet verder in detail uitleggen. Dit is een voorbeeld van een melkveebedrijf waar de verschillende processen op een rijtje hebben gezet.
een aantal processen die flexibel kunnen worden ingezet, maar ook zeker een aantal processen die helemaal niet flexibel kunnen worden ingezet. Denk aan het melken van de koeien. Ja, dat gaan we natuurlijk niet al laten afhangen van of er windenergie is of zonne-energie is, uiteraard. Een van de dingen, dat is dan wat ik er juist zei, rond dat bufferen, is indirecte koeling. Dan zitten we met een centrale koelroep waar we een apart transportmedium gaan laten circuleren. En dit transportmedium dat we dan gaan koelen, waardoor dat kan worden ingezet als energiebuffer en bijkomend, waardoor er ook geen productverlies is eigenlijk. Dat eindproduct zal geen temperatuurverschil ondergaan, maar zal altijd op dezelfde temperatuur blijven. En het is dat transportmedium dat zal worden gekoeld. En dat kunnen we dus laten afhangen, die koeling, van al dan niet aanwezig zijn van hernieuwbare energie. Of van prijzen natuurlijk. Als ik er juist zei van dynamische prijzen, is ook iets om in het achterhoofd te houden. Ja, we kunnen ook verwarming gaan sturen. Het meest interessant is dan om een buffertank te gaan installeren. Een buffertank die tijdelijk een hele grote hoeveelheid warmte kan stockeren, kan bijhouden. Werkt eigenlijk als een soort batterij. Ook hier weer, het zal pieken kunnen opvangen en je kunt die productie van je warmte afstemmen op die zelfgeproduceerde elektriciteit. Met dit deeltje wil ik tenslotte eindigen met batterijopslag. Als we tegenwoordig spreken over batterijopslag, dan is dat momenteel voornamelijk nog over korte termijn opslag. Een 24, 48 uur, waarbij we de overschotten van overdag gaan gebruiken voor de nacht. Hoe gaan we zo'n batterij dimensioneren? Dat is eigenlijk een hele, hele belangrijke stap, want een batterij kost best nog wel wat. Dus we willen die energieinhoud liefst zo klein mogelijk houden. We gaan dat niet doen door ervoor te zorgen dat alle overschot altijd helemaal volledig kan worden opgeslagen. Dan gaan we met een enorm dure batterij uitkomen. We gaan dat meestal doen met een jaarbelastingsduurcurve, zoals rechtsbovenaan op de figuur. We gaan kijken hoeveel energie is er over elke dag. Dit is een voorbeeld van een gemengd varkens- en melkveebedrijf. We gaan kijken voor elke dag oplijsten hoeveel energie is er over. In dit geval, we gaan natuurlijk geen batterij met een energieinhoud van 150 kWh installeren. Dat zou heel duur zijn. We gaan wel kijken gemiddeld op een jaar en de helft van de dagen. Wat zou dan interessant zijn? En dan zijn we bij dit bedrijf uitgekomen op een batterij van een 18 kWh ongeveer. Een paar jaar geleden zou ik gezegd hebben, een batterij is zeker nog niet interessant. Ik denk dat we nu op het punt zijn gekomen dat in veel bedrijven het wel interessant kan zijn. Let alleen op, er zijn best wel wat rendementsverliezen. Dus als jullie daar vragen bij hebben, mocht je dat ook naar ons sturen altijd. Of als je nog offerten hebt aangevraagd. Er zijn redelijk wat omzettingen. Je hebt je zonnepanelen, een batterij terug en dergelijke. En in al die stappen zijn er best wel wat rendementsverliezen. Wat dus toch wel het volledige plaatje, kostenplaatje een beetje kan beïnvloeden, uiteraard. Ten slotte wil ik hiermee eindigen. Ik ga daar niet veel woorden aan vuil maken, want ik denk dat we ook nog wel een aantal vragen hebben die we misschien moeten beantwoorden. Maar een volgende interessante stap kan zeker het samenwerken zijn rond energie. Jammer genoeg blijft de wetgeving voorlopig nog een beetje achter. Ook dat is iets dat de Vlaamse overheid nog verder moet uitwerken. Maar we hebben toch al wel hier in Vlaanderen, begeleid door Boerenbond, wel al een interessant voorbeeld. Dit is de groep van Halnet in het noorden van de provincie Antwerpen. Een aantal landbouwers dicht bij de grens met Nederland. Die hebben besloten om samen te gaan investeren met hun buurt. Er zijn ook een aantal burgers die daaraan deelnemen om te investeren in hernieuwbare energie. Een aantal maanden geleden is dan ook een coöperatie opgericht. En we kijken heel erg uit naar wat de volgende jaren zullen brengen. Het is in ieder geval fantastisch om te zien wat een enthousiasme er ook al is, want dat zien we wel vaker bij energiecoöperaties. Het begint met het plaatsen van zonnepanelen of een windmolen. Maar vaak wordt er dan al verder nagedacht over energie en hoe dat te optimaliseren natuurlijk. Maar zoals ik al zei, er is een Europese wetgeving die het gemakkelijker moet maken om energie te gaan uitwisselen tussen bedrijven, gezinnen en dergelijke. Alleen moet dat nog verder worden uitgeklaard en verder worden omgezet in Vlaamse wetgeving. Nu is er ook al mogelijkheid wat het stellen van vragen, maar als jullie achteraf nog meer vragen hebben, aarzel absoluut niet om ons te contacteren. En dat kan op mijn e-mailadres of dat kan via de website van Boerenbond zelf. Ik heb jullie ook al verwezen naar de website van Enerpedia, waar heel wat uitleg staat over energiebesparing en energieproductie. Agrivoltaïk, zei het project rond de zonnepanelen boven velden en de website van ECO,
waarin er meer uitleg staat over energiecoöperaties of energiegemeenschappen en samenwerkingen in het algemeen. Merci. Dankjewel, Marleen. Ik zou zeggen, sluit gerust aan. Er zijn inderdaad wel wat vragen binnengekomen voor jou, dus ik stel voor dat we daar eventjes doorgaan. Toch heel wat rond die digitale teller. Dat had je misschien wel verwacht. Ja, kan je die eigenlijk nog weigeren? Nee, daar kan ik heel kort in zijn. We hebben vorige week ook een overleg gehad met Fluvius en ik kan je niet weigeren. Oké, want een aantal mensen zeggen, ja, volgens de info die we soms op tv horen of lezen, kan je die inderdaad nog weigeren, maar dat is eigenlijk dus niet het geval. Niet echt het dus geval, je kan die niet vermijden als je huidige terugdraaiende teller stuk is. Op een gegeven moment zal dat systeem inderdaad gaan stoppen, ja. En zit daar een traject in? Binnen de zoveel tijd moet iedereen vervangen zijn? Iedereen zijn teller vervangen zijn? Of hoe? Ja, ik heb ooit het getal 10 jaar horen vallen, maar daar ben ik niet meer helemaal zeker van. Maar het is wel een lange termijn. Je moet natuurlijk bedenken van al die bedrijven, al die gezinnen, moet allemaal worden uitgerold. Zoals ik de rest ook al zei tijdens de presentatie, het zal in de eerste plaats zijn voor mensen die zelf al energie produceren. En ook voor alles wat te maken heeft met nieuwbouw. Of als je deftig gerenoveerd bijvoorbeeld en je hebt een nieuwe aansluiting nodig. Als je een warmtepomp plaatst en je hebt bijvoorbeeld een nieuwe aansluiting nodig. Dus op elk moment dat er een nieuwe aansluiting gevraagd wordt, zal er ook ineens een digitale meter geplaatst worden. Dus je kan nergens meer een oude analoge meter plaatsen. Dat sowieso niet. Nee. Oké. Want het tegenpunt daartegen van ja, sommige mensen zullen zo lang mogelijk die andere willen behouden. Maar met die digitale meter kan je wel perfect een beeld krijgen van je verbruik. Ja, want als Leen zegt dat bijvoorbeeld je bedrijf kennen, wat een van de stappen was wat je zei, is wel moeilijk zonder zo'n digitale meter. Dat is absoluut moeilijk zonder digitale meter. Hè. We maken toch vaak mee dat ik als consulent op een bedrijf kom en we doen een energieaudit. Ja, in vele gevallen kan de landbouwer in kwestie enkel de jaarlijkse afrekening laten zien. Hè. In het beste geval is dat nog dag en nacht. Maar inderdaad, dat is wel moeilijk om je bedrijf echt te kennen. We proberen dat dan wel wat te reconstrueren. Of te construeren op basis van type bedrijven die we wel al ooit hebben opgemeten. En veel daarover over babbelen gewoon natuurlijk. Waarvoor hebben jullie energie nodig? Wanneer heb je die nodig? En dergelijke. Als ik op een bedrijf kom met die dat tele gelezen is of al een digitale meter heeft, dat maakt het natuurlijk gemakkelijker. Ja. Maar ik begrijp wel de frustratie van velen die nu een terugdraaiende teller hebben natuurlijk. En die dat voordeel zien wegvallen, zeker omdat dat eerst zo beloofd was. Aan de andere kant hebben we ook al wel gemerkt tijdens onze energiescans dat heel veel bedrijven ten onrechte eigenlijk een terugdraaiende teller hebben. Ik bedoel niet ten onrechte van dat het niet mocht, maar dat het misschien niet interessant was om een terugdraaiende teller te hebben. Want met die terugdraaiende teller, daar hoort ook een prosumententarief bij. En een prosumententarief, als we gaan kijken naar de meeste installaties, zijn dan 10 kilowatt piek met een terugdraaiende teller. Betaal je toch al gauw een 900 à 1000 euro per jaar aan prosumententarief. Als je overstapt naar een digitale teller, valt dat prosumententarief wel weg natuurlijk. En bij veel bedrijven is het zo dat in de praktijk er toch niet altijd veel werd teruggedraaid. Hè. Okay. Omdat mensen toch vaker meer gebruiken dan dat ze... Gaat zichzelf een beetje balanceren eigenlijk. Ik weet dat zelfs een aantal jaar geleden al aan verschillende bedrijven hadden aangeraden om afstand te doen van de recht op die terugdraaiende teller. Okay. Dit zal eenzelfde verhaal zijn. Maar ik herhaal, ik begrijp de frustratie wel als het echt nodig is natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nog één vraagje was er ook rond die dubbele netkosten wat jij eventjes aanhaalde. Hoe weet je dat je dat te veel hebt betaald? Hoe kan je dat controleren of waar kan je dat terugvinden? Dat kan je op de... ik heb het artikel zelf gelezen op de VRT-website en daar staan een aantal links op. Ik wil ze eventueel aan de presentatie toevoegen, dat kan ik nog wel doen. Okay. Het was sommige mensen opgevallen omdat ze een bijzonder hoge afrekening hadden. Ja, okay. Ik denk dat je het enkel op die manier... Dat je enkel, als je afrekening in detail gaat controleren, dat je daar gaat kijken naar de afrekening. Okay. Maar het is zeker niet voor iedereen. Hè. Nee. Het is niet bij iedereen gebeurd, maar wel bij sommige mensen die op dat moment een afrekening hebben gekregen die een digitale meter hadden. Die voor die digitale teller op dat prosumententarief en tegelijkertijd ook al in dat nieuw systeem zaten. En daar zijn een aantal dingen blijkbaar misgegaan. Oké, maar we zullen de link inderdaad nog toevoegen. Dan had ik een vraagje ook over de middenspanningscabine die was binnengekomen. Ja. Vanaf welk verbruik is het interessant om zo'n cabine te overwegen? Aanbieders van zo'n cabines zeggen vaak 80.000. Laat ons zeggen dat wij
wat voorzichtiger rekenen en eerder 100.000 kilowattuur zullen zeggen. Maar vanaf dat aantal dat je verbruikt, is het zeker wel te overwegen. Ja, ja. Absoluut wel. Ja. Oké. Okay. Als ik als boer daarin investeer, kan ook wel mijn buurman daar nadien gebruik van maken? Of hoe zit dat juist? Dat is zo. En daar kunnen ze bij Fluvius, daar kan niemand iets aan doen. Hè. Dat is zo. Dus eens dat die cabine daar staat, andere kabels worden erop aangesloten. De eerste die het heeft aangekocht en betaald, heeft de kosten gedragen en zal daar ook niet verder voor vergoed worden. We hebben het daar ook met Fluvius over gehad, maar het is gewoon, er vallen gewoon geen systemen te bedenken waarop er een fatsoenlijk compensatiemechanisme kan worden uitgewerkt. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met, met lengte kabels, afstanden, met het verbruik, het vermogen dat bedrijven vragen. Dus dat zal wel heel, heel ingewikkeld zijn. Maar het klopt, ja. Ja. Oké. Okay. Ik had ook nog een vraagje binnengekregen. Je hebt het dat ook eventjes aangehaald. Windmolen plaatsen op een bedrijf. Hoe weet je of dat je in aanmerking daarvoor komt als bedrijf om te investeren of een windmolen te plaatsen? Eerst en vooral denk ik dat je goed moet kijken of dat je die productie wel nodig hebt. Mm-hmm. Zelfs een kleine windmolen produceert toch al gauw een 30, 40, 50.000 kilowattuur. Dus dat is een eerste. Een tweede... Het is niet altijd duidelijk of je daar zelf een idee van hebt of dat je in een windrijk gebied zit. Ja, dat is toch ook wel heel belangrijk. Als er niet genoeg wind is, dan gaat er ook absoluut niet genoeg productie zijn. Ja. En de productie is evenredig met een windsnelheid tot een derde macht. Dat wil zeggen, als de windsnelheid verdubbelt, gaat de opbrengst maal 8 zijn. Maar dat geldt ook omgekeerd natuurlijk. Als de wind veel minder is, gaat dat ook direct heel veel minder opbrengst zijn. Maar om te zien of je echt wettelijk in aanmerking komt of wat vergunningstechnisch in aanmerking komt, is met de gemeente gaan praten. Ja, daar houdt het toch aan. Niet elke gemeente is daar even coulant in, even soepel in. Dus daar raden we toch wel de bedrijven aan om zeker met de gemeente even te gaan overleggen. Okay. En staat de gemeente positief, dan kan eventueel een proces in gang worden gebracht. Ja. Zonnepanelen en batterijen blijft een onderwerp waar heel veel over gediscussieerd wordt, zeg maar. De ene zegt het heeft geen zin meer, de ander zegt jawel, het is nu net het moment om te investeren. Dat is moeilijk waarschijnlijk om een eenduidig antwoord op te geven. Ik heb het ook een paar keer gezegd, we proberen zoveel mogelijk op maat van bedrijven te gaan rekenen. Dat is ook logisch. Het andere zou niet juist zijn, natuurlijk. Maar als ik nu vlot een inschatting moet maken, is dat de meeste bedrijven echt wel nog altijd goed af zijn met zonnepanelen. Ja. Absoluut wel. Zeker met de stijgende energieprijzen. Ik weet wel dat de prijzen van de zonnepanelen ook een beetje gestegen zijn de voorbije maanden. Dat heeft dan weer met vraag en aanbod te maken, uiteraard. Hè. Ja. Maar meestal is het toch nog wel een zeer goede investering die op, ik ga even uit de losse pols zeggen, 7-8 jaar is terugverdiend. De combinatie met batterijen, dat is wat minder in... is misschien wat moeilijker te zeggen. Dat hangt nog veel meer af van de manier van van bedrijfsvoering. Daarmee wil ik zeggen, wanneer heb je energie nodig? Hoeveel en zo allemaal juist. Een typisch fruitteelbedrijf met opslag en met koeling. Die zal er misschien wat minder baat bij hebben bij een batterij. Omdat de batterijen, zoals ik er juist ook al zei, voornamelijk korte termijn opslag beogen. Mm-hmm. De batterijen zoals ze er nu zijn... Terwijl een fruitteelbedrijf misschien meer met seizoensopslag gebaat zou zijn. Hè. Maar bijvoorbeeld een melkveebedrijf dat elke middag of heel veel middagen zonne-energie produceert en elke avond weer energie nodig heeft, met als gevolg heel veel cycli zou kunnen draaien voor die batterij, daar zijn we denk ik wel op een punt gekomen dat het voor vele bedrijven interessant is. Ja. Die kostenbatenverhouding is daar eigenlijk... Ja. Was in het begin waren die heel duur. Ja, batterijen waren geen absolute duur voor wat het opbracht. Omdat het is ook niet zo dat je... Ja, ik heb het juist ook gezegd dat je neemt een batterij best niet te groot. Natuurlijk, als die niet heel groot is, kan die ook niet alle zonne-energie opslaan. Dus het zal altijd een evenwicht zoeken zijn met... Dus ook hier weer, net zoals die windmolens geen oplossing zullen zijn om helemaal van het net te gaan, zal een batterij dat voor de meeste bedrijven ook niet zo zijn. Dus we gaan alles een beetje... Het zal allemaal wat en zijn. Mm-hmm. En zeker niet of. Okay. Ik ga nog eens eventjes kijken of er nog vragen zijn binnengekomen. Kunnen ze zo meteen ook nog wel via de Q&A een antwoord geven. Een vraag die ik sowieso nog heb voor jou was, ik heb je als expert aangekondigd. Ja, waarvoor kunnen onze leden nu bij jou, bij je collega's terecht? Wat is het voordeel dat ze hebben om lid te zijn van onze organisatie? Eerst en vooral de hele kleine, korte vragen. We krijgen regelmatig al wel eens gewoon een vraag naar informatie. Mm-hmm. Dus daar
kunnen mensen altijd voorbellen en mailen sowieso. Is het niet bij ons, dan wel bij de consulentendienstbetoon. Zeker ook, ja, mag ik niet vergeten te zeggen. Maar ook bijvoorbeeld voor de doorrekeningen van een bepaalde techniek. Dat kan ook, hè, van... Dit is mijn verbruik. En sommige mensen sturen echt wel heel gedetailleerd hun verbruik op. Hè. Zou het interessant zijn om zonnepanelen te plaatsen? Of zou het interessant zijn om zonnepanelen bij te plaatsen? Of ik heb ja, rond verlichting en dergelijke. Kan allemaal. Of wat we ook doen, zijn we uitgebreidere scans. Hè, waarvoor we echt op het bedrijf ter plaatse gaan komen. Hier staat ook een kostprijs tegenover, mm-hmm. wel. Maar die is voor leden ook wel beperkt. Ja, oké. Ja, okay. Ja. Prima, goed. Ik denk dat we hier dan kunnen afronden. Gaan zo meteen nog even kijken of er nog vragen zijn in de Q&A die we zo schriftelijk kunnen beantwoorden. Maar zo zijn we eigenlijk op het einde gekomen van dit webinar. Ik wil jou, Marleen, bedanken voor het uurtje dat je hebt vrijgenomen over dit brandend actueel onderwerp, zeg maar. Dus we blijven nog heel eventjes online om in de Q&A te kijken welke vragen er nog zijn. Maar ik wil jullie ook meteen uitnodigen voor de volgende lunchdates. Dus dit was de eerste van 12. Dus om de 14 dagen komen we over de middag bij jullie hier voor, zeg maar, tijdens jullie lunch even storen. Dat gaat over zeer uiteenlopende thema's. Dus de 12 thema's zullen meer technische onderwerpen komen aan bod, maar evenzeer ook het beheren van je mailbox, zeg maar. Of als je wil samenwerken, kan dat enkel in coöperaties of kan dat ook op andere manieren. Maar volgende week, die staat op de agenda, is mijn bedrijf overlaten. Hoe begin ik eraan? Dus dat is die van 18 november, ook van 12:30 tot 13:30. Alle informatie en ook hoe dat je moet inschrijven, vind je op www.boerenbond.be/lunchdate. Dus daar vind je ook de agenda van de eerstvolgende lunchdate. Maar kan je ook telkens inschrijven voor de lunchdate die jou interesseert. Ik wil jullie thuis bedanken dat jullie erbij waren. En ik zie jullie graag volgende keer terug. Tot ziens.